Toen was ik een kind van een jaar of vier, denk ik. Toen moest er een kies, ik had een barre kies bij jou. Nou, dan laat het ding maar uit, heilen, zei mijn moeder. Ja, want dan kan me geen pijn lopen. Nou, en ik met de dokter dan, want dan dat was er iets. Ja, dan moest je een leid over in het ziekenhuis. Maar toen kwam ik bij de dokter, die hadden een papegaai. Heb ik de vorige keer nog niet. Die hadden een papegaai en toen had hij, nou, hij zei, dat zou ik maar uithalen. Hij brouwde een beetje, die dokter. En dan gaat hij van de trekken, joh, dat was een beetje vast in natuurlijk. En ze, auw, zo, dat zat een papegaai, die zat in mijn net te schreeuwen. Ah! Toen zei die dokter, spoelen maar, spoelen maar. Hij zei, spoelen, spoelen maar, spoelen. Ik vergeet het nooit, Jack, al zou ik 1000 jaar worden niet. Dingen uit je kinderjaren, dat vergeet je nooit, joh. Toen zie je die vent nog. En zo, het was een harde dokter, ja. Hij trok me zomaar uit met een wortelend dak, zou ik zeggen. Verdoven was er niet bij. En dat ging zomaar. Nee, als kind zijnde natuurlijk. Die papegaai is zo mooi. Spoel maar. Die papegaai was dat geluid ze dan gewoon nog in mijn oren wil spreken. Zulke dingen vergeet je niet, hè, van als kind zijnde. Ja, zo'n harde dokter was dat. Ja. Die klan lege kapjes hadden die al. Dan ging hij op de fiets altijd. Je moeder of wat hebben ze niet bij, dus ik was allemaal op de fiets. En auto's hadden ze nog iets. Ging wel op een fietsje. Maar ja, dan spreek je natuurlijk van een kleine 80 jaar, waarom natuurlijk? Want toen was ik, ben nu 82, maar je had 4, 5 denk ik. Dus het is een kleine 80 jaar geleden, zou ik zeggen. 7 of 78 jaar geleden. Maar vergeten doe ik het nooit. Nee. Man, ja, hij was eruit zonder dat. Voordat ik wist, was hij eruit. Want het was geen dat je zei, nou. Hij zat met 4 wortels vast. Hij was er gauw genoeg uit. Maar ja, als kind zijnde. Kijk, je bent al bang als je de deur van de dokter ziet, voor wijze van spreken. Nou, dus dan ga je al zenuwen. En dan ga je zitten huilen, zou zeggen, dan moet hij nog gaan beginnen. dat hij was als kind zijnde. Want dan is het al gebeurd, zonder dat je raar gaan hebt, joh. Maar ja, goed. Mijn beelden uit je kinderjaren, natuurlijk. Beelden uit je kinderjaren. Dit is nog een versje van ook, beelden uit mijn kinderjaren, uit mijn jeugd, zo vrij en blij. Nou, dat is ook zo, ook. Een jeugd, man, dat is het mooiste van een kind. Ik heb een hoop dingen, zou ik zeggen, al je toen. En daar heb ik je dan de vorige keer over verteld, zou ik zeggen. Maar ja. Ik had nog wel dat ze, ja, want ik had te veel rotte kiezen, Jack. Ja, veel last af van rotte kiezen, van jij. Ja, dan nou, weet je wat, en dan maar een beetje zout erin doen, in de kies, in de holle kies. Nou, dat ben je nog natuurlijk. Of een brokje brood, vooral van de verheilen, hoe je wijzen werkt natuurlijk. Als ze nog nou, kan je daarmee stil krijgen. Dan probeerden ze dat. Dus een brokje brood in je holle kies of een beetje zout in. Ja, van alle grond. Ja, wat als een kind al iets proberen wijs te maken, als het er lukt, wel natuurlijk. Nou ja, als het dan een keer lukt, dan zei je, pardon, maar ja, dat kan we toch meer doen. Dat is het middel, dat we uit te vonden, dat zou ik zeggen. Tegen de kiespijn. Ja, in de regel rot die kies voor de deur, jij zit met de kiespijn. Die ouders die proberen dat wel, maar jij bent een kind van, die het meemaken moet. Ja, joh. Ik in het ziekenhuis zou ik ook nog laten trekken met een kameraad van, toen zaten we waren we bij elkaar. En toen Gerrit hiette die kameraad. Zeg Gerrit, weet je wat we doen?
Zeg ik heb al de meerdere ziekenhuizen geweest. Zeg, als we binnen zijn, zeg dan laten we een lekker beetje trekken. Wat rot is, laten we eruit halen. In de bouwen samen geweest ook. Naar ziekenhuis, de academie. Dan had je zo'n afdeling, zou ik zeggen, waar je dan verschillende ziektes of wat ook, wat het was, daar wie je dan aan geholpen zou zeggen. Dat is die rotte kiezen. Dat ging van niks, hè, want kijk, er moest meestal betaald worden en er was niks om te betalen. Dat zat je ook nog niet. Dus je moest zo wel mogelijk in de ziekenhuis komen als het goed was. Want die oude tijd, Jack, het was een mooie tijd hoor, maar ja, als er duizend bij te pas kwamen, dan beurde er weinig natuurlijk. En je had niet om te betalen, man. Dat was de juiste knop. Want nou zei je, maar naar de dokter. Maar ja, nou, je bent of in fonds, of je kan het zelf betalen, net hoe of je dat zelf opneemt natuurlijk, ik moet zeggen, maar... Dat was vroeger het euvel, joh. Ja, daar zat je niet. Dan zeg je, het was heel eenvoudig, maar wel moest je veel praktiseren hoe of je het in vat moest schieten om het klaar te spullen.